Mijn naam is Anita Dalmolen, werkzaam als manager P&O bij Groenhort Mechanisatiebedrijf. Wat gericht is op landbouw, maar zeker ook op tuin en park. Groenhort is gericht op de medewerker. Niet voor niets onze slogan, onze mens, onze kracht. Het familiaire zit er zeker in. Contact met mijn collega's vind ik heel erg belangrijk. Als P&O'er moet je weten wat er speelt op de werkvloer. Maar je moet ook weten wat er speelt bij iemand wanneer er in een privé situatie iets gaande is. Zoals bijvoorbeeld bij Ralf is dat heel erg belangrijk dat de werkgever weet in wat voor situatie Ralf verkeert. Ik ben Ralf, ik ben 30 jaar. Ik werk nu 2 jaar bij Groenhort. Ik werk hier in de werkplaats en op locatie. Op locatie is of in het veld of bij de boer of bedrijf. Nou, ik heb een zorgtaak. Ik heb 2 kinderen, een vrouw en 2 kinderen. Een van 5, die heeft de zorg nodig en een van 1,5. En die van 5 is een heel lang verhaal, maar uiteindelijk is die een broederzwangerschap geboren met zuurstofgebrek. En uiteindelijk is die weer opgeknapt. Maar dan blijkt dus dat hij schade heeft in zijn automatische functies. Dat betekent ademhaling, darmbeweging, temperatuurregeling. En als hij slaapt, staat zijn ademhalingsfuncties eruit. Waardoor hij geen ademhaling meer slaapt. En daarvoor ligt hij aan een beademingsmachine. Ja, samen met mijn vrouw deelden de zorg een beetje. Iedere schooldag door de weekse dag. Dan doe ik hem 's morgens uit bed halen en doe ik hem darmspoelen. En zij halen van school. En dan 's middags om 4:30 moet ik hem weer spoelen. S'avonds ben ik nog aan het werk. Om 4:30 doet mijn vrouw dat. Dus heeft een hele werkschema eromheen gepast dat ze onder schooltijden werkt. Ralf heeft een zoontje die zorg nodig heeft. Waardoor Ralf niet volledig zou kunnen gaan werken. In ieder geval niet voor 40 uur in de week. We zijn in overleg gegaan hoe we dat dan in gaan vullen. Ralf die neemt de uren wanneer hij denkt de uren nodig te zijn voor de zorg voor zijn zoon. Daar houden wij rekening mee in de planning. Het is niet altijd even makkelijk, maar als je er samen over gaat praten, kom je er echt uit. Het eerste gesprek heb ik alles verteld en daar heeft zij op gereageerd. En daar is dus niks over op papier gezet, maar het is gewoon goede omgang. Altijd tot nu toe. Wij hebben geen beleid hierop. Het is niet echt in lijntjes gezet. Omdat mantelzorg is gewoon maatwerk. Daar moet je als werkgever individueel mee omgaan. Iedere mantelzorger heeft een andere aandacht nodig. Of je nu mantelzorger bent voor je oma of je mantelzorger bent voor je zoon. In de praktijk doet het dat je flexibel om moet gaan met de tijd die er is. Ik ben wel blij dat deze manier kan. Dan kan ik gewoon werken. Gewoon samen met mevrouw delen we het goed. We hebben beide onze week zo ingedeeld dat het allemaal loopt thuis. Als je niet naar je medewerker luistert in dit soort gevallen, schiet onze verzuimpercentage enorm omhoog. Daarbij wil ik ook aangeven dat wij als organisatie echt een heel laag ziekteverzuim hebben. De mantelzorger heb je gauw het idee van, oh, die zijn zielig. Even een voorbeeld dus van Ralf. Ralf is zeker niet zielig. Ralf is zeker iemand die de balans heel goed in weet te vinden. Mijn collega's staan er positief tegenover. Die hebben begrip voor dat ik soms weg moet. Dat is, het is wat ons overkomen is, dat kan iedereen overkomen. Dus, Het is belangrijk dat iedere laag in de organisatie er bewust van is dat er mantelzorg is. Misschien is iemand op het managementniveau geen mantelzorger, maar kan het elk moment zijn. Je krijgt er zoveel meer voor terug dat je het herkent en dat je er wel naar luistert. En dat je goed je beseft dat er gewoon medewerkers zijn die een mantelzorgfunctie hebben.